Op zaterdag 23 januari hebben de dak- en thuislozen voeding en drank gehad. Deze gesten kwam van donateur Dundas. Op het menu stond voor deze dag rijst, pomkip en kousenband. U ziet het volgende hierover. Ik mag zeggen dat ik heerlijk heb gegeten en mijn vrienden hier die hebben ook heerlijk gegeten. Vandaag hebben wij rijst, kip, kousenband met pom, awaka. Trouwens, altijd awaka. Dit hebben wij te danken aan onze lieve mevrouw, mevrouw Dundas, die ervoor gezorgd heeft dat wij door tussenkomst van een donatie dat wij van haar hebben gekregen, hebben wij onze vrienden hier blij gemaakt. Nogmaals mevrouw Dundas, heel hartelijk dank voor uw gesten naar ons en wij delen het met anderen. Ik zeg bij deze dank aan mevrouw Dundas. Wij willen ook gebruik maken van de gelegenheid om mevrouw Nita te feliciteren die afgelopen maandag 18 januari jarig is geworden. Zij heeft ook ervoor gezorgd dat wij een dakloze maaltijd hebben georganiseerd. Maar dat ziet u in de komende week in onze uitzending. Mevrouw Nita, uw uitzending ziet u de komende week. En heel hartelijk gefeliciteerd. 18 januari, jarig van mevrouw Nita. God bless.